We zijn nog eens uitgebroken vandaag, want zoals jullie kunnen zien, ja, we staan niet in onze gebruikelijke garage, maar wel in Peruwe op het prachtige domein Darando. En we zijn hier met een merk dat we altijd al graag eens voor onze camera hadden gehad, maar het is er nog nooit van gekomen. Tot dus vandaag, want vandaag vertellen jullie wat meer over de Subaru Solterra. Het is te zeggen, Hans gaat dat doen, want hij is degene die ermee gereden heeft. Ja, voor de eerste keer de Subaru dus in onze garage. Ja. Maar, want we gaan onmiddellijk de olifant in de kamer er weer uit helpen. Eigenlijk is dit ook een Toyota, of is dit een Toyota? Ik ga mijn vraag anders stellen. Is dit zoals bij de GT86 en GR86 en de BRZ, dat Subaru een deeltje heeft gedaan en Toyota een deeltje heeft gedaan? Of hoe zit het hier? Ja, inderdaad. Het is een samenwerking tussen de twee... Subaru is voor een stukje eigendom van Toyota ook. Hè. Dus ze werken inderdaad wel samen op meerdere projecten. Bij de sportwagens is dus de BRZ GR86. Ja. Daar is het eigenlijk Subaru die de auto's fabriceert. Oké. Okay. De productie doet, die ook de motor, de boxermotor bijvoorbeeld, maakt. Hier heeft eigenlijk de Toyota het werk opgeknapt. Dus... En Toyota bouwt ook de auto. Dus eigenlijk is de Solterra een anders gebatchte BZ4X dan? Ja, inderdaad. Ja, okay. Het zijn twee dezelfde modellen. Op wat details na, ja, op de neus, de voorbumper is een beetje anders van ontwerp. Ook de achterlichten, maar nee, grosso modo, het is dezelfde auto. Ja. Zelfs de specificaties. Het enige verschil, technisch eigenlijk, is dat de Subaru is iets harder afgeveerd dan de Toyota. Harder zoals in sportiever? Ja, iets minder zacht. Oké, okay. Dus maar die... Ik ga het woord mottig in de mond nemen. Die mottige plastic dingen zitten ze ook op de Toyota. Ja, die hebben ze allebei. Ja, het is inderdaad... Het is een zeer Japans design, hè. Ik wil zo zeggen. Ja. Het is een beetje gek, hè. Die spatborden die eigenlijk volledig in plastic bekleed zijn, zeker in combinatie met een rood of een anders gekleurd koetswerk. Ja. Want die zijn altijd in het zwart, trouwens, hè. Die zijn altijd in het zwart, ja. Dus ik denk, de meest subtiele uitvoering is die waar je ook de rest van het koetswerk in het zwart, hebt. Ja. Want als ik zo aan de zijkant, ja, voor alle duidelijkheid, we spreken middenklasse SUV, hè? Ja, inderdaad. Eniac, ID4, Hij is iets langer dan een Skoda Eniac bijvoorbeeld. We spreken over 4,69 meter. Maar hij ziet er met belangen zo groot niet uit. Nee, ja, dat is omdat hij nogal een schuin achterklep heeft. Ja, hier. En ook, als we vergelijken met die Skoda bijvoorbeeld, die heeft een hele korte snuit. Hier is nog een heel lange snuit, want hier zit ook een motor van voor natuurlijk. Dat is bij die Skoda niet altijd het geval. Ja. Maar voilà. Maar hij is wel degelijk groter. Ja. 2,1 ton weegt hij. En hoe lang is hij? 4,9. Ah, 4,9. Ja. Nog eens een opengewerkte motorbaai. Dan kunnen we eindelijk eens zien wat eronder ligt. Dit is motor 1 van 2, hè? Want het is Subaru, dus ik ga ervan uit altijd vierwielaandrijving. Ja, inderdaad. Dus de Subaru, de Solterra, heeft altijd vierwielaandrijving. Omdat Subaru, is dat een beetje aan zichzelf verplicht. Omdat ze er altijd zo mee uitgepakt hebben dat ze een vierwielaandrijving specialist zijn. Dus ze hebben twee motoren, één van voor, één van achter. Maar in de Toyota, de BZ4X, die kan je ook krijgen met één motor, enkel vooraan. En dat is altijd dezelfde motor? Nee, dus de vierwielaandrijving versie van Toyota heeft een andere motor. Maar de vierwielaandrijving versie, daar is voor en achteraan dezelfde motor. Zelfde motor, ja, 80 kilowatt. Motor van Aisin. Batterijen, hoe zit het daarmee? Batterijen, ligt centraal onderaan, zoals het altijd is natuurlijk. 71,4 kilowattuur nuttige capaciteit. Nou. Dat is een Panasonic batterij. Daarmee kan je, en er zit een groot verschil tussen de versie met 18 duimsvelgen en 20 duimsvelgen. Dit is een met 20 duim, die kan 414 kilometer. In theorie natuurlijk. Ja. De variant met 18 duim, dus met de kleinere wielen, die zijn weliswaar even breed, maar wel kleiner in kleiner velgmaat. Die kan 465 kilometer. Dat is toch een serieus verschil? Ja, dus een serieus verschil tussen de twee. En hoe zit het qua laden? Qua laden, er is een interne lader van 11 kilowatt, een driefase lader. Ja, en je kan tot 150 kilowatt aan een snellaadpaal. Marktconform? Ja, zoals die, wat in de klasse... zoals de meesten eigenlijk het aanbieden. Ja. Ja, Hans, je hebt dat net al gezegd. Subaru heeft de ophanging iets strakker afgesteld dan Toyota bij zijn BZ4X. Laat zich dat ook voelen? Ik bedoel, past de Solterra binnen de Subaru line-up?
Wel, ja, het is natuurlijk een volbloed Toyota. Maar hij staat op dat ETNGA-platform van Toyota, dus het nieuwe elektrische platform eigenlijk. En dat is bijzonder stijf gebouwd. En dat is wel iets wat je in Subaru, zoals een Forester of een Impreza bijvoorbeeld, die zijn ook altijd bijzonder stijf van structuur. Ja. Wat dat een ongelooflijk robuust gevoel geeft. En wat dat vooral ook de ingenieurs de mogelijkheid laat om eigenlijk een veel beter compromis uit te tekenen tussen de zachtheid van de ophanging, maar toch een goede koetswerkcontrole. Ja, want inderdaad, allee, ik weet nu niet hoe sportief hij rijdt, maar ik voel, het is alles niet oncomfortabel. Nee, het is niet oncomfortabel, maar hij rijdt ook ja, best wel snedig eigenlijk. En wat ook helpt, die twee motoren ja, die werken compleet onafhankelijk van elkaar natuurlijk. In de zin van, er is geen mechanische verbinding tussen de twee. Maar de wisselwerking tussen de twee, tussen voor en achter, is wel goed. Dus de overgangen zijn bijvoorbeeld heel zacht, waardoor je in een bocht niet dat abrupt gevoel hebt van plots de voorwiel, plots de achterwielen die aandrijving krijgen. Nee, dat is wel goed uitgekiend. Ja, een elektromotor laat dat ook toe, hè, om dat heel smooth te doen. Heel zacht te doen verlopen. Gesproken over de vierwielaandrijving, van de Subaru verwacht ik ook dat die offroad een beetje uit de voeten kunnen. Hoe zit dat hier? Zijn er terreinmodi of is er... Ja, ze hebben hier dus een X-modus en een soort van afdaalhulp eigenlijk. Een soort van cruise control voor op het terrein, ik zal het zo zeggen. Is dat ook iets dat ze delen met Toyota? Of is nee, dat is iets wat enkel op de Subaru zit. Ah, ja, okay. Natuurlijk, dat is iets voor het echte terreinwerk. Het is niet dat je daarmee door velden zal moeten ploegen, vermoed ik. Nee, voilà, ja. En wie gaat er natuurlijk echt zwaar terreinwerk doen nog vandaag de dag in onze contraille en aan zekere vast al met een elektrische auto. Dus ja, dat zijn eigenlijk daar ja, meer een beetje spielerij. Gadgets, ja, voilà. Ja. Voor de rest, ik zie one pedal drive is ook mogelijk. Ja, inderdaad, dat kan je inschakelen. Ja, een pedaal rijden, dat is bekend bij elektrische auto's. De reden dat ik het eigenlijk vraag is omdat ik daar net op je boordcomputer 28,6, het is ondertussen al wat gezegd zie ik, maar 28,6 kilowattuur zag. Wat echt wel veel is, hè? Ja, dat is wel een serieus nadeel eigenlijk aan deze auto. We zitten op een gemiddelde van meer dan 20 kilowattuur per 100 kilometer. En je kan eigenlijk, want we hebben moeite gedaan, we hebben eco-ritten gedaan enzovoort, en het is eigenlijk onmogelijk om onder de 20 kilowattuur te zakken. Ja, voor dit type auto is dat eigenlijk wel... Ja, waarmee hij zit dan toch eigenlijk qua verbruik in het iets hogere spectrum. En het is te hoog, het is te veel stroomverbruik eigenlijk voor een familiale EV van dit formaat. Ja, en ik vermoed zelfs met die one-pedal drive gaat daar niet veel aan veranderen, hè? Nee. Als bestuurder, je kan je uiterste best doen en dan zal je rond de 20 ongeveer komen, maar lager dan dat kan niet. Ja. En eigenlijk, van een auto als deze zou je moeten verwachten dat hij rond de 17 zit, 16, als je echt moeite doet. Ja. Ja. Tot idealiter 15 kWh per 100 kilometer. Ja. Ja, het interieur dan. Ik moet wel zeggen, het ziet er modern uit. Kort samengevat. Ja. Ik wil zeggen, al wat je verwacht en nodig hebt, zit er wel op. Ja. Het is ondertussen een beetje een klassieke opbouw. Hè? Een schermpje achter het stuur en hier een groot scherm, aanraakscherm, centraal. Het schermpje achter het stuur, het is een beetje zoals bij... Zoals bij Peugeot. Bij Peugeot, inderdaad. Klein stuurtje. En je kijkt dus niet door de stuurvelg heen, maar je kijkt over de stuurvelg. Dus in mijn geval betekent dat eigenlijk dat ik net het scherm kan zien. Oei. Maar als ik een beetje doorzak, dan zit de velg eigenlijk halverwege het scherm. Ja, dat gaat dus eigenlijk hetzelfde probleem geven als bij Peugeot, dat je ofwel goed gaat zitten ofwel niet eigenlijk. Ja, inderdaad, want je kan het stuur dus ook niet... Dit staat nu op de hoogste stand. Ja. En dat is eigenlijk nog redelijk laag. Ja, inderdaad. En dat is eigenlijk geen echte klassieke zitpositie. Het is ook wel een klein stuurtje, ook weer net als bij Peugeot. Ja. Nu, op zich, het valt wel aangenaam in de hand. Hoe is de zitpositie voor u? De zitpositie is eigenlijk zeker oké voor mij. Ah, het is niet dat je te hoog zit of zo, of te laag? Nee, eigenlijk niet. Maar het is anders dan je gewend bent, zeker in een gewone berline. Het ziet er vanuit mijn positie wel raar uit. Ja. En nog iets. Ik was daar net op zoek naar het handschoenenvakje. Ja. Dat gaat hier niet open. Ja, dat gaan we nog heel lang kunnen zoeken, want dat is er niet. Geen handschoenenvakje, dus dat gaat hier niet open. Nee, hier is geen opbergruimte, hier vooraan. Dus, maar je hebt hier wel een grote middentunnel, met dan hieronder ook nog een klein vakje en hier een groot kastje. En daarmee moet je het doen eigenlijk. Oei. Dus bijvoorbeeld je voertuigpapier, die zit hier onder je elleboog. Ah, ja.
hier is een vakje voor de telefoon. Een inductielader. Een inductielader enzovoort. En dan hieronder is dat nog een kastje waar je wat dingen kan liggen. Ja. Maar die schuiven natuurlijk heel altijd heen en weer, dus dat is ook niet ideaal. Zeg maar, hoe zit het eigenlijk met... Want ja, er is wel een koffer, gelukkig. Is die dan ook, valt die dan ook wat tegen of hoe zit het daarmee? De koffer is 452 liter groot. Wow. Dus dat is zeker acceptabel, maar ook niet uitzonderlijk. Natuurlijk zit hij met die heel schuine achteruit. Ja, het is dat. Dus dat betekent dat als je op reis gaat, dan wil je misschien wel valiezen of sportzakken tot aan het dak stapelen. Maar tot aan het dak is eigenlijk tot een stuk van de achteruit en daarmee is het ook gedaan. Maar daarentegen, je hebt wel veel beenruimte van achter. Hè? Ja, dat klopt, absoluut. Dus het is echt... vervult hij zijn roeping als familiewagen. Je hebt echt heel veel ruimte van achter, dankzij de lange wielbasis. Ja. Dat zou je hem trouwens niet geven als je hem van buiten ziet, omdat hij van buiten zeer compact uitziet, maar van binnen is hij echt ruim. Hè? Ja, exact, inderdaad. Ja. Behalve en ook van voor zit hij ruim, maar je hebt wel dat claustrofobisch gevoel door het feit dat die tunnel zo is. Ja, sommige mensen hebben dat graag, dat ze zo'n beetje het gevoel hebben van ingekapseld te zitten. Ja. Andere mensen noemen dat dan claustrofobisch. Ja, dat is een kwestie van voorkeur natuurlijk. Misschien ook interessant om te vermelden, er is iets wat je niet vaak ziet, het dashboard is met een stof bekleed. Ja, dat is zo ook iets wat Peugeot mee begonnen is, hè? Zo dat cocoongevoel. Ja, je ziet dat wel eens vaak bij fabrikanten van kleine, van stadswagentjes, omdat dat eigenlijk is ook een goedkope oplossing in de fabrikage. Kun je net vragen. Maar dat neemt niet weg, ik vind dat best wel aangenaam. Ja, het heeft wel iets. Eigenlijk. Ja, het heeft zeker iets. Ik ga gokken, hè. Middenklasse SUV, elektrisch. Dan zou ik zeggen dat je een Solterra hebt, basisprijs 55.000 euro. Ja, dat was eigenlijk de prijs die oorspronkelijk vooropgesteld was, maar het is ondertussen gestegen. Ja. We zitten ongeveer aan 65.000 euro. Hoeveel? Ja. 65? Ja. En de Toyota, die is nog duurder, heb ik mij laten vertellen. Ja, de Toyota dus, dan? Bij de Toyota, de vierwiel aangedreven versie met de twee motoren, die zit al aan 70.000 euro. 70.000? Basisversie? Ja, maar bij Toyota heb je dan ook de versie met enkel voorwielaandrijving. En die zit rond de 60.000 euro. Oef! Ja. En ik mag hopen dat je dan toch wel wat voor krijgt, voor dat geld. Ja, de basisuitrusting is wel redelijk compleet. En bij Toyota kan je het wel tot 10 jaar garantie krijgen. Dus dat compenseert een stukje de prijs. Maar dan moet je dat auto laten verdelen, laten onderhouden in het verdelersnet. Ja. Bij Subaru is het 5 jaar fabrieksgarantie. Ja. Oké, Hans, de Solterra, wat moeten we ervan onthouden en wat kan beter? Ja, Subaru en ook Toyota eigenlijk, zij kunnen goed auto's maken. En dat geldt ook voor een eerste elektrische auto. Het enige jammer is eigenlijk, met die twee motoren, hij verbruikt nogal veel en hij is ook eerder duur. Dus ik denk dat de versie met één motor, dat de beter is. Maar die kan je enkel bij Toyota krijgen. Hartelijk bedankt voor het kijken. Hartelijk bedankt, Hans, voor alweer je zeer deskundige uitleg. Rest mij enkel nog van jullie eraan te herinneren dat als jullie graag nog wat van onze testen lezen, dat kan op autogids.be. Daar vind je trouwens ook een hele hoop nieuws en andere nuttige info. En mocht deze video je bevallen zijn, abonneer dan even, dan mis je niets van ons toekomstig werk. Tot de volgende!